Ik ben Gertjan Bosman, 23 jaar. Ik kom uit Nijverdal en ik ben wielrenner en veldrijder bij Cycling Team Jopjes. Ik ben begonnen op 8-jarige leeftijd en ik begon eigenlijk precies op het moment dat de cyclocross ging beginnen. Het wegseizoen was aan het aflopen en zo ben ik direct in de combinatie gekomen met de beide disciplines. En eigenlijk direct in aanraking met, volledig in aanraking met het cyclocross. In Eeklo, Eddy Merckx won a very unique cyclocross competition. This was a two-man race that he did together with the specialist Eric de Vlaming. Well, this shows again the multiple talents that he has in any kind of racing and his character and determination to win any competition that he takes part in. For us, as a Belgian brand with a huge cyclocross heritage, well, we want to develop a very performance-oriented cyclocross machine. Een cyclocross fiets moet vooral compact zijn. Ik vind dat als je een te lang fiets hebt, dan gaat dat ten koste van de techniciteit. En als je een fiets hebt die mooi compact is en tot z'n recht komt in de bochten, dan heb je gewoon een goede cyclocross fiets. Die daarentegen ook erg licht moet zijn. Maar goed, je moet natuurlijk soms met kilo's modder slepen door de modder. En dan is het wel fijn als de fiets van zichzelf al licht is. You have to accelerate after each corner, after each climb. So stiffness to weight, here was the focus. Ja, de cyclocrosswereld staat niet stil in zijn evaluatie. En daar hoort een single speed ook bij. De ketting ligt mooi recht en mooi strak. En door de hoge tandjes die een voorplaat heeft, gaat hij er ook minder snel afgelopen. En dat maakt gewoon de cyclocross gewoon specialistischer met de jaren. En ik denk dat het een groot voordeel is om met een single speed te rijden. We use European style geometry with a high bottom bracket. So this higher bottom bracket gives you more clearance to go over obstacles. And allows you also to start pedaling faster around the corner. Ik ben een voorstander van schijfremmen in de cross. Ik heb in de praktijk meegemaakt wat voor verschil het is om wel of geen schijfremmen te hebben. Ik heb ze zelf nog niet gehad. En dan voelde ik gewoon in de bochten dat ik tekort kwam met renners die wel met schijfremmen reden. Omdat je gewoon veel later in de remmen kan en veel meer controle hebt in bochten of afdalingen. En daardoor gaat de cyclocross sport gewoon vooruit.